Een talentvolle ondernemer begint vanuit zijn schuur een bedrijfje. Dit groeit uit tot een volwaardige onderneming en op een zeker moment werken er 150 mensen en is er sprake van een miljoenenomzet. Vrouw Lief werkt op de administratie en de kinderen runnen een afdeling of beheren de website. En dan ontstaat het probleem. De pensioenleeftijd nadert en er moet nagedacht worden over opvolging. Eigenaren belanden vaak in een vreselijke tweestrijd tussen bedrijfsbelang en liefde voor de familie. Enerzijds willen ze hun kroost de perfecte toekomst bieden, vol financiële zekerheid. En anderzijds mist er in hun ogen het talent, begrip en daadkracht om het bedrijf goed te kunnen runnen. Het antwoord ligt besloten in een traject van externe begeleiding. En waarom? Dat zal ik u in deze explanation proberen uit te leggen. Ondernemers, directeuren, het zijn vaak zelfzekere, dominante en krachtige mensen. Mensen die moeite hebben om hun eigen evenbeeld na zich te dulden. In de gezinssituatie geldt dit ook. Kinderen met een dominante vader zullen zich eerder ontwikkelen als sociaal en meegaand dan als een dominant tegenwicht. Survival of the fittest noemde Darwin dit al. Als je vervolgens een overnamekandidaat zoekt, loop je er tegenaan dat je werknemers jouw eigenschappen niet bezitten en je kinderen waarschijnlijk ook niet. Of een van de kinderen wel, maar juist daarom wil die niets te maken hebben met het bedrijf en zit als kunstenaar in New York een eigen leven op te bouwen. De sleutel tot succes is dat er een vervangende leider zal moeten worden aangesteld. Iemand die net als pa de toko kan runnen. Alle kinderen kunnen betrokken zijn, maar mogen zichzelf net als pa in een crisis wanen. Wat wil ik met mijn leven? Wat kan ik goed? Is dit de beste manier om hier uiting aan te geven? Eerst is dus de vraag wat iedereen wil de komende 10 jaar. Dan pas volgt de visie van het bedrijf, die overigens heel pragmatisch en weloverwogen moet worden gemaakt. Het zoontje van de baas is vaak prima in staat om het geheel binnen een paar jaar om zeep te helpen. Alleen als hij of zijn zus dezelfde kracht als pa hebben, kunnen ze het bedrijf overnemen. De laatste optie is die van de externe verkoop. Met het geld kunnen de kinderen uiteindelijk hun droom najagen en pa en moe kunnen ontspannen met pensioen. En het bedrijf? Dat krijgt misschien wel een mooiere toekomst dan denkbaar was. De les die ik u zou willen meegeven is dat de meeste mensen hun evenbeeld niet aantrekken. Opposites attract. Laat u hierin begeleiden in deze emotionele fase, alvorens er over en weer verwijten over tafel gaan. Hoe mooi uw bedrijf ook is, de band met de familie blijkt in alle gevallen meer waarde te kennen.